grote klassiekers, dat lijkt allemaal basic te zijn. Maar als dat echt goed klaargemaakt is, is dat oh zo lekker. Ik denk het niet dat aan de sterrenchefs is van daarop neer te kijken. Nee, nee, juist tegenovergesteld. Het blijft altijd een uitdaging om die klassieker om te vormen. Zo, welkom in Meesterlijke Klassiekers. Vandaag gaan we het simpel houden. We gaan een stukje vlees klaarmaken met een beetje béarnaise saus. We hebben hier een prachtig stuk blanc bleu, een zesrib. En dat gaan we klaarmaken met een simpele pompaille, dus een stro-aardappeltje. Gewoon fijne patatjes in de frituur even. Een béarnaiseken en een beetje cressonet. Zo, we hebben hier twee soorten vlees. Ik heb hier een blanc bleu, een zesrib. Prachtig mooi stuk vlees. Veel spierweefsel. Maar het is die dat we straks gaan klaarmaken. Maar ik wil toch even laten zien wat het verschil is tussen een zesrib, die op de rug ligt van het rund. En dan heb je hier de ribeye, dat men allemaal kent. Die meer al naar voren ligt, naar de nek toe ligt. En van waar komt de naam ribeye? Kijk, dat is dat oog die er in feite in dat stuk vlees zit. Super lekker, omdat dat al iets meer vetadering heeft. De zesrib heeft dat altijd iets minder. En zeker onze blanc bleu. Maar het is met die blanc bleu dat we toch gaan werken. Dus wat gaan we daar nu mee doen? We gaan nu er omgekeerd werken. In de plaats dat we gaan grillen en in de oven steken, gaan we nu eerst het vlees in de oven steken voor 45 minuten, een uurtje. Of 50, 60 graden. Het belangrijkste van Hansa procedé is dat die de vetadering die in dat vlees zit, begint te smelten. En het is altijd zeer belangrijk. Niet het spierweefsel die smaak geeft, het is het vetweefsel. Dus je moet er nog niets op doen. Geen peperzout, niets. Gewoon dat vlees in de oven. Op de grill. Leg dat niet op een plaat. Als je dat op een plaat legt en die plaat wordt warm, dan gaat de neiging krijgen van een beetje beginnen sudderen. En dat mag het niet doen. Het moet dus langs de twee kanten mooi warm worden. De oven in. Even vergeten voor 45 minuutjes, een uur of 50, 60 graden. Wat gaan we geven bij onze stik, bij onze zesrib? Dit is een pompaille. Dit is een stro-aardappel. En wat hebben we daarvoor nodig? Gewoon bintjes. Daar moet je geen vastkokende voor nemen. Je neemt gewoon een bintje. En dan gaan we fijn snijden. Hier moet je juist oppassen dat je niet in je handen snijdt, want dat snijdt is ongelooflijk. Dus gewoon de aardappel op zijn langste kant nemen. Je kunt dat op voorhand maken, dat is het grote voordeel. Maar maak het ook geen dag op voorhand, want dan krijg je die smaak van de frituur die er blijft inzitten. Dus je kunt dat enkele uren op voorhand doen, dat is geen probleem. En dan even in de oven, maar ook niet te lang dat ze niet bruin worden. En dan is dat een leuk alternatief voor bij een stuk vlees of een stuk wild. Bij wild is dat ook super lekker. Wij gaan dat nu wassen, want we moeten dat frituren, anders gaat het allemaal samen koeken. Want al die zetmeel, gaat het direct zien. Ziet je dat water verkleuren? Dus nu is alle zetmeel daar aan het afgaan. En dat gaat ervoor zorgen dat die mooi gaan frituren en niet gaan kleven. Dus spoel dat maar goed, dat alles daar goed af is. En dan, zeer belangrijk, het water eraf. En dan moet je aardappeltjes goed drogen. Dat is wel zeer belangrijk, want anders gaat hij in je frituur, gaat dat en het water dat in dat vet komt, ja, dat gaat ervoor zorgen dat je frituur gaat overlopen. Dus daar moet je echt mee oppassen. Dan neem je een recipiënt met een handdoek en doe je dat daarin. En nu moet je dat echt gaan mooi drogen, dat al dat water eraf is. En dan gaan we dat direct al frituren. En dat moet maar één keer gefrituurd worden, want die aardappeltjes zijn zo dun. Dus dat hoeft niet twee maal, zoals een friet. Dat is totaal anders. En dat gaat ook zeer, zeer snel, hè. Wel belangrijk is dat je er even mee bezig bent, even in roeren. Dat ze niet beginnen te koeken. De bedoeling is dat je mooi gebakken aardappeltje hebt. En laat dat ook niet te bruin worden. Want dan is dat niet meer lekker, dan wordt dat bitter van smaak. Dus we bakken dat gewoon op 180 graden.
Voilà, voor mij is al goed. Kijk, hier kun je al mooi zien hoe mooi krokant dat die aardappeltjes zijn. En je moet dat niet donkerder laten kleuren. Dat is niet nodig. Zo zijn die het lekkerst. Dan straks gaan we die nog even opwarmen in de oven. Klein beetje zout erop en that's it. Nu gaan we beginnen aan onze béarnaise. Dus wat is een béarnaise? Dat is dus een emulsiesaus met dragon. Dat zit er altijd in. Dus wat gaan we doen? We gaan al een beetje dragon hakken. Klassiek gezien wordt dat gemaakt met een gastriek. De gastriek is een inkooksel van witte wijn, peperbolletjes, azijn, dragon. Maar ik ga dat niet doen. Ik maak dat gewoon met een zeer goede, maar een supergoeie dragonazijn. Mijn mama maakte altijd voor mij. Het is gewoon goede azijn. En daar doe je een goede geut uit. En dan steek je dat vol met dragon. Maar je moet kijken, er moet er wat dragon in zitten. Hè. Niet drie takjes. Hè. Je moet dat vol steken. En dan laat je dat een jaar staan, minimum. Dat mag 2 jaar, dat mag 3 jaar staan, dat kan geen kwaad. En dan krijg je een azijn die super zacht is. Die dragon heeft die overmacht genomen. En in feite, dan voor die béarnaise te maken, heb je enkel zo'n azijn nodig die vol zit van smaken. Dus we gaan gewoon onze eieren opkloppen met die azijn. En dan hebben we hier onze gewone dragon die erbij komt als garnituur. Dus die gaan we fijn snijden. Ook zorg ervoor dat je dragon snijdt. Want anders, als je dat gaat pletten, dan wordt je dragon direct zwart. Dus belangrijk is van dragon te snijden. Dus dat is klaar. Je moet dat niet te fijn doen, dan mogen er nog een beetje brokjes in zitten. En wat hebben we nodig voor een béarnaise? De basis zijn eieren. Dus wat hebben we nodig? Eidooiers. Het is een emulsiesaus. Dus we gaan hier 2 dooiers gebruiken. En daar doen we bij een beetje dragonazijn en een klein beetje water. Want als je puur azijn gebruikt, gaat ze te sterk worden. Dus je pakt een scheutje dragonazijn. Op het moment dat je die azijn daarbij doet, moet je direct roeren. En direct in feite beginnen op te kloppen, want anders gaat die azijn, die zuren, gaan je dooiers verbranden. Dus een klein beetje water er nog bij, omdat we mooi zo kunnen kloppen. En dat gaan we nu gewoon opkloppen. En hier is er 1 gouden regel. Kloppen, kloppen en kloppen. Ook belangrijk, draai een keer met je pan. Want je kunt, als je in de nacht klopt, nooit overal aan. Dus van tijd een keer met je pan draaien. En dan gaat je straks zien, gaan we een mooie emulsie krijgen. En daar gaan we dan de boter bij doen. Als je dat iedere morgen opstaat en je pakt je potteken, en je slaat 10 minuutjes in een 8, gaat je dat vrij rap kunnen. Dus nu is de bedoeling dat je eerst zo'n soort schuim krijgt en dan moet dat beginnen binden. Dat is wel belangrijk, want als je die binding niet krijgt, gaat je saus direct terug invallen. Kijk, die massa is aan het binden. En pas nu kun je boter daarbij doen. Klassiek gezien is dat met geklaarde boter. Ik ben daar niet de grote voorstander van. Vroeger werd dat gedaan omdat die saus nog voorhand gemaakt werd en zo kon die langer overleven. Ik heb liever de smaak van lekkere, rauwe boter. En ik doe die er gewoon in. Doe dat er niet te veel met een keer. Als je te veel boter met een keer doet, dan kan die eiermassa dat niet opnemen. En dan krijg je een schifting. Dus de boter gaat zich scheiden van de eieren. Maar ziet je hier hoe mooi vast dat is? En zo moet dat zijn. Ziet je? En doet je dan gewoon die rauwe boter in. Dus dat schijfje per schijfje. Een beetje brokjes. Nou, als je, heb je die mooie smaak van die dragon, die eieren en die rauwe boter. En dat maakt een béarnaise zo mooi. Ik sluit het nog af met een beetje peper en zout.
En dan onze vers gehakte dragon. Daar nog bij. En zo is onze saus klaar. Het leuke aan een béarnaise is dat die niet zwaar is. Een roomsaus is zwaarder. Pas op, een goede pepersaus vind ik ook fantastisch. Maar een béarnaise is iets luchtiger. Heeft zuren. Je hebt die frisheid van die dragon die daarin zit. En dat combineert zich wel zeer goed met het vlees. Kijk, ziet je, dat vet is al een beetje gesmolten. Dat vlees heeft mooi warm. En ik, ja, het is misschien zeer persoonlijk, maar ik hou nog altijd van een bleu chou. Ja, ik hou zo van die echte smaak van dat vlees. Ik ben ook gek op een steak tartare. En daarvoor heb ik ook mijn vlees zo graag echt juist gegrild. Maar wel dat het warm is. Het is geen steak tartare dat we eten, het is een zesrib. Gaan we eerst onze oven verhogen om straks onze pompais nog zo een laatste warme touch te geven. Oké. Okay. En dan gaan we ons vlees kruiden. Belangrijk. Je mag er goed peper en zout op doen. Je moet daar geen schrik van hebben. Je duwt dat er maar een beetje in. Dan gaan we er een klein beetje olijfolie op doen. Dat je mooi kan grillen. Niet overdrijven. We gaan er geen zwembad van maken. Je masseert dat er een klein beetje in. En dan gaan we dat supermooi kunnen grillen. En dan wat zeer belangrijk is, dat die grillpan op voorhand warm heeft. Leg nooit vlees in een koude grillpan. Want anders gaat dat vlees daarop liggen en gaat dat beginnen koken. En dat is niet de bedoeling. Het moet gegrild worden. Dus dan hebben we een stuk vlees. En nu laten we dat mooi grillen. We gaan dat noemt kadriëren. Dus we gaan er ruitjes in zetten. Dus eerst leg je het gewoon op en dan draait het een kwart slag. En dan krijg je die mooie ruitjes daarop. Nu gaan we ons vlees al draaien. Neem dat voorzichtig vast. En als je daar gaat in prikken, wat gebeurt er? Je maakt daar gaatjes in. En al het sap van je vlees gaat eruit komen. Dus gewoon voorzichtig met een vork en een lepel omdraaien. Niet zo erin steken, dat doe je niet. Nu gaan we die mooi omdraaien. Je hebt gezien, krijg je mooi dat kroetje, krijg je mooi die grillsmaak. En daar gaat hem over. Eenmaal dat hij gegrild is, gaan we hem nog even laten rusten. Dan hebben we een tijd voor onze pompais in de oven te steken. En dan kunnen we hem snijden. Ziet je hoe mooi gekadrieerd dat is? Maak er wel een gaatje in. Of twee, dat er eventueel een damp uit kan. En nu hebben we een tijd om onze aardappelen op te warmen. Dus we gaan die even in de oven steken. Niet te lang, dat ze niet bruin worden. Zeer belangrijk. Gewoon zeer kort in de oven. En het is juist het moment dat je vlees rust en je aardappelen kunnen opwarmen. Onze saus, die hebben we. En dan hebben we nog juist onze tuinkers die we er gaan bijleggen. Misschien een beetje een vergeten groente. Ik vind dat iets super lekker. Hier en daar zitten er zo nog van die kleine bruine puntjes in. Daar moet je niet naar kijken. Dat zijn in feite de zaadgulsjes. Maar een tuinkers geeft er zoiets iets pittig. Zo, alles is klaar. Ons vlees heeft gerust. Onze aardappeltjes zitten in de oven. Dus dat gaan we nu snijden. Hier snijden we dat mooi langs dat been. Kijk, en dan heb je zo mooi vlies. Echt. Ziet je de jus die er nog in zit? Hoe sappig dat is? Dus door dat mooi op voorhand te verwarmen, krijg je zo een mooi sappige structuur van dat vlees. En daar doen we nu bij onze tuinkers. Dan natuurlijk onze aardappeltjes. Die zijn ondertussen mooi warm. Wat je daar nog moet mee doen, is juist een klein beetje zout op doen. Zo iets gefrituurd heeft altijd zo'n klein beetje zout nodig. Kijk, je legt er zo in een hoopje daarbij.
En dan nog twee zaken. De kruiding. Ik heb altijd een stuk vlees dat je opdient, dat er zo nog een klein beetje peper en zout op komt. Dus neem je pepermolen en zet die iets grover. Een beetje los, dat je zo een beetje grove peper is. Dat doet daar mooi op. Maar dat geeft, als je dat vlees opeet, zo altijd iets lekker pikant. En een beetje grof zout. Fleur de sel. En dat geeft ook in de mond zo'n mooie crunchy, die zo lekker is. En dan, ja, onze saus. Maskeert niet alles met saus en laat ook het product naar boven komen. Maar zo'n saus daarbij is altijd wel lekker. Zo hebben we nu, denk ik, één van de meest Belgische klassiekers. Een soort stekfriet. We hebben hier een zestrip genomen met stroaardappeltjes, cressonet, een béarnaise. Ik eet graag. Ik geniet graag. Het gaat dan bij mij altijd over het product. En als dat product super klaargemaakt is, oh, dat kan zo lekker zijn. Het is echt top, top Belgisch. En straks zie ik jullie allemaal graag terug in het Hof van Kleve. En daar gaan we werken met een top van het rundvlees, de Wagyu. Blijven kijken.